Hallo kijkers van TruimG90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA The Lost and Damned. Vandaag gaan we weer verder met de Gang Wars. En ja, dat is het eigenlijk. We gaan vandaag weer gewoon verder met de Gang Wars. En oh, daar staat een bike. Daar staat een bike. Dat is dan heel mooi, dan kunnen we die motor nemen. Het is een groene vandaag, wat leuk. Oké, en de Gang War die is daar, dus dan gaan we daar naartoe. Waarom zo'n eind trouwens nog rijden? Oh, 20 euro voor ik weet niet wat. Dat klinkt als een deal. 20 euro voor iets onbekend, dat klinkt altijd als een deal. Echt niet. Ik wil eerst weten wat ik koop voordat ik iets ga kopen. 20 euro afzetting. Misschien koop ik gewoon lucht. 20 euro een stukje lucht. Dan krijgt u deze centimeter lucht bij deze centimeter lucht. Oh god, nee! God, ik hoef niet met jullie wagen mee. En dan rijden ze ook nog door. Het was wel mooi als ik op die wagen had kunnen blijven rijden. Het was wel heel mooi geweest. Maar ja, een mens kan niet altijd krijgen wat je mooi vindt. Dus ja, deze gozers zijn gewoon scumbag. Dat weten we nu allemaal. Ja, dat kan ook. Oh, hier moet ik er toch vanaf, dus. Oh nee, dat gaat met een bocht waar ik niet naartoe wil. Oh, ja, dat kan ook. Aan de kant, meneer. Misschien gaan we nu zelfs wat sneller. Deze auto, deze motor vind ik wel heel mooi. Niet om de kleur, maar omdat die lekker snel gaat. Oh ja, dit weet ik nog. We gaan daar erin, anders moet ik echt helemaal omrijden. Maar jongens, er komt dus zo'n filmpje, dus ik ben zo even stil. Het filmpje komt waarschijnlijk nu. Fuck yeah, boys. Good to see your ugly faces. Hey man, let's get going. Ja, waar zijn ze? Daar zijn ze. Oké. Okay. Cruising, helemaal goed. Als ze aan het cruisen zijn, dan is het helemaal goed. Hoppakee. Oeh, die waypoint is irritant. Maar ik heb die waypoint op die missie gezet en niet op de rest. Ja, gaan we mee bezig. Maar daarvoor moeten we daar eerst wel komen. En dat gaat een beetje moeilijk als jij de hele tijd fuck them zit te schreeuwen. Dus ja. Voor de rest gaat het helemaal geweldig, jongens. Oh, daar zijn ze. Hier naar links. Please, in op motors. Please, man. Hey, nee hoor. Ja, jongens, pak ze. Je kan van alles zeggen over deze gozers, maar ze zijn wel enthousiast. Ze zijn wel enthousiast, altijd. Zo. Yep. Gaan jullie maar weg. Dan ga ik op weg naar de volgende game, hoor. Oh, en Terry is een heel klein stukje bij. En Hal, Billy en Tuck zijn helemaal vol. Dat is heel mooi. En ik moet... Oh. Nee, we gaan er vandaag eentje weer pakken in Poem. Of weer pakken. We gaan er gewoon... 10 vers complete. Spawn of shotgun delivered to safe house. Wat leuk. Dus ondertussen naar de 25 krijgen we dus ook nog wapens. Dat is aardig. Dat is aardig. Dat we ondertussen... Dat betekent dus dat we een shotgun hebben bij ons safe house. Ik weet niet precies waar die ligt, maar dat maakt me ook niet zo van uit. Maar ik bedoel, die shotgun gaan we toch niet zoveel nodig hebben. Maar in ieder geval, als we per tiental één gaan krijgen, een wapen, dat betekent dat we 2 wapens gaan krijgen. En waarschijnlijk op het laatste ook. Want 25, dan krijgen we waarschijnlijk ook een wapen. Maar er zijn maar 25 Gang Wars. Ja, daarna kan je wel door, maar het geldt eigenlijk helemaal nergens voor, volgens mij dan.
Dus ja. Dan heeft het niet echt nut om door te gaan. Voor mij. Maar ja. Misschien voor jullie wel. Dus ja. Je krijgt wel alsnog geld. Dus het is een goede manier om geld te krijgen. Maar ja, geld hebben we niet echt nodig. Want we hebben al wapens zat. Het gaat puur nu om die 25 gangbars. En de beloning daarvan. Daar gaat het puur om nu op dit moment. En dat jullie dit kunnen zien. Maar we krijgen weer een filmpje, dus ja. Ik ben weer even stil. Okay, assholes. Good to fucking see you. Ja, goed om jullie te zien. Ja, waar zijn ze? Oh god, dat is een heel eind. Ja, als jullie me bij kunnen houden, dan is het helemaal goed. Houden jullie, alsjeblieft, jullie moeten me bijhouden. En hoe moeten we rijden? Oh, dat vond ik van mij. Het is wel een flinke tocht, maar de webbing moet er in ieder geval van mij. Yep, just like the old days. En hij valt weer in herhaling. Hoor je al de derde dag achter elkaar. Kom op doorrijden, Johnny. Geen tijd hiervoor. En we moeten naar rechts, dus laten we vast de weg naar rechts pakken. Kijk, door die dozen heen. Die dozen zijn echt helemaal niks. Gewoon doorrijden. En dan komt het vanzelf allemaal goed. Naar links. En dan zijn we er bijna. We zijn er echt nog lang niet, maar ik probeer het even goed te praten. Zo. Stukje doorrijden. En dan zijn we nog steeds niet er bijna, maar we zijn wel op de goede weg. Oké. Deze kant op. Maar jongens, voor vandaag trouwens hetzelfde verhaal. Ik wil vandaag de aflevering ook rond de 15 minuten hebben. Omdat als het te lang is, het niet meer speciaal is dat het lang is. En ik wil het wel speciaal houden, lange afleveringen. Lange afleveringen. En als we steeds 120 tot 30 minuten zitten, ja, dan is het nog niet meer speciaal. En voor de afleveringen die wel 20 tot 30 minuten zijn van andere series, die zijn gewoon omdat het maar één keer per week is. Of omdat het niet elke dag is. Dan vind ik dat het wel een lange aflevering mogelijk. Maar dit is dagelijks. En lange afleveringen moeten hier dus speciaal bij zijn. God, oh god, waarom vallen jullie allemaal tegelijk? Ja, de Lost Hells MC. Motorclub die niet kan rijden. Die altijd lost is. In het, de Lost MC. De motorclub waar hun motorrijbewijs lost is. Oh. Ja, dit gaat wel even duren. Dit gaat wel even duren. Ja, jullie begonnen met me schieten, dus... Dat geeft me al een extra reden om jullie neer te maaien. Ja, hé. Hey. Schiet niet. Laat niet die molotov cocktail op mij vallen, hè. Shotguns hebben die gozers. Ja, doe even altijd open. Dat iedereen mij extra hard kan beschieten. Waarom niet? Ah, pakket. Hoppakee, zijn er nog veel? Daar zijn er nog een paar. Daar nog. Zo. Hoppakee. What the fuck? Fans, wanneer ga je dood om een tonnetje? Ja, dit is niet eerlijk, jongens. Dit is niet eerlijk. Nee, dit geldt gewoon niet. Dit geldt gewoon niet. Dan gaan we nog een gangbar doen.
Ja. Maar ik heb geen motor. Weet je wat? Ik ben vandaag ook een beetje boos om de taxi. Ik ben nu ook boos. Ik moet niet boos verder gaan met gangbars. Ik moet even rust nemen, jongens. Met mijn boosheid. En we zitten trouwens ook rond de tijd. Nou ja, rond de tijd hebben we ook nog 5 minuten. Maar voor hetzelfde geld vandaag. Ik wil de aflevering niet te lang hebben. Omdat dat dan later online komt. Plus, lange afleveringen worden dan niet meer speciaal. Dus jongens, ja. Wacht even. Stond hier niet iets? Ah, oh, is helemaal goed, jongen. Waarom staat hier een icoontje? Of gaat het om boven? Ik wil, ben wel benieuwd wat er nou is met die spant of shotgun. Maar dat zullen we vanzelf wel zien. Waar zijn die? Waar is die? Wat is dit? Oh, arm worstelen. Oké. Okay. Hoe moet ik dat doen? Kom op, bewegen met dat ding. Jongens, als jullie wat horen, dat is dan mijn draadje van mijn muis. Die de hele tijd ergens tegen mijn boksen aanbotst. Want ik moet bewegen met dat ding. Oh god. Dit is echt vakwerk, jongen. God, dit klinkt zo verkeerd als dat. Ja, kom op. Oh yeah. Phew. Op best of 3, oh god, dat moet nog meer. 2, 1, go. God. Kom op. Gooi die arm neer, Johnny. Je kan het. En ik word een beetje zat van dit hele tijd heen en weer gaan met deze muis. Deze muis is niet zo goed om heen en weer te gaan. Topsport voor mij hier. Oh god, ik word hier echt moe van, jongens. Nee! Best of 3, hè? Dus dat betekent nu de laatste. Kom op, ik moet winnen. Oh, yes! Poeh. Jongens, dit zeg ik echt zo van... alsof het heel raar klinkt, maar... ik word hier echt super moe van. En nu denken mensen van, hij is echt niet sportief. Nou, dan ben ik maar niet echt sportief, maar ik werd hier wel heel moe van. Zo. Sport voor vandaag ook weer gehad. Oh god, dat was ook echt... niet goed voor mij. Niet goed voor mij. Maar wie verzint er dan ook iets dat je... wie verzint er dan ook iets dat je in een game dat bijvoorbeeld moet doen? Rockstar Games wil maar gewoon zien sporten. Nou ja, ik vind het al lang mooi dat ik dit heb kunnen doen. En dat ik heb kunnen winnen. Dat vind ik ook heel mooi. Nee, daar ligt die ook niet. Dus ik ben heel erg benieuwd waar die spant of shotgun nou eigenlijk ligt. Jongens, als jullie het weten, zet het dan even in de comments neer. En als ik wat anders praat, dan ben ik nog steeds even moe. Ik ben nog steeds erg moe, ja. Nou jongens, jullie hebben toch een aflevering van 15 minuten. Niet kortere tijd, omdat we moesten arm worstelen. En dat doe ik echt helemaal nooit meer. Tenzij er opeens een andere tegenstander komt. Maar volgens mij als ik nog een keer dat doe, dan krijg ik dezelfde tegenstander. Dus ik vind het wel grappig, maar ik word er wel echt super moe van. Plus deze muis is niet gemaakt voor heen en weer gaan. Nou ja, elke muis is daarvoor gemaakt. Maar deze muis is daar niet uitermate geschikt voor.
Nou, in ieder geval, ik ga even kijken of we e-mailtjes hebben en zo. En dan vind ik het alweer mooi geweest. Aha, daar gaat dus die shotgun de hele tijd liggen. Goed om te weten. Goed om te weten. Use computer. Op web. En er is echt helemaal niks. Dus oké, dan gaan we even kijken op de tv of er nog wat is. Oh no, use panty machine, come alive! Wat een onzin. Jongens, dus pas tegenwoordig even op voor die bezens. Ik ben nog steeds moe van dat armworst. In ieder geval, kijk eens. Wil je een duimpje omhoog, help je mij mee, helpt het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we de volgende keer weer bezig met Kangwars. En hopelijk niet met armworstelen, want daar word ik gewoon moe van. In ieder geval, voor nu heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei!